In de ontwikkeling van de TBC-stof waren er heel wat moeilijke momenten. Maar de meest kritische periode was zeker rond 2005-2006. Toen we verschillende tegenslagen kregen. Ten eerste, de eerste klinische studie was niet wat we verwacht hadden. Ten tweede ontdekten we dat de stof een zeer lang halfleven had, wat sommige mensen heel bezorgd maakte. De ontwikkeling is toen zelfs tijdelijk stopgezet geweest. En het heeft heel wat moeite gekost om die ontwikkeling terug herop te starten. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar mijn passie vandaan komt om op tuberculose te werken. Ik heb ook op HIV gewerkt, maar tuberculose vond ik wel een heel speciale uitdaging, omdat het een verwaarloosde ziekte is. Er is een gigantische nood aan nieuwe tuberculose antibiotica. Er sterven elke dag nog 4000 mensen aan tuberculose. Dus voor mij was dat de ideale manier om iets te doen voor de medische wetenschap. Op een bepaald moment kregen wij van het management de kans om nog één klinische studie te doen met de stof. En indien die niet goed zou zijn, dan was het verhaal afgelopen. Nu, het duurde eventjes vooraleer we die studie hebben kunnen uitvoeren. Uiteindelijk kreeg ik de resultaten te zien van de statisticus. Maar de resultaten waren nog altijd geblindeerd, dus ik wist niet welke groep bedekweline had gekregen, de tuberculosestof, en welke groep de placebo had gekregen. Maar er was wel een gigantisch verschil tussen de twee groepen en het was hoog significant. En ik wist onmiddellijk dat we prijs hadden. Ik heb onmiddellijk gans mijn groep samengeroepen en we zijn het goed gaan vieren. Een van de meest emotionele momenten was wel toen ik uiteindelijk eens de kans kreeg om een tuberculose patiënt te bezoeken. Het ging om een meisje, dat was in Tanzania, van 22 jaar. Dus ze was al 4-5 jaar in behandeling voor tuberculose zonder succes. En de tuberculose en de neveneffecten van de tuberculose antibiotica hadden haar zo aangetast, ze was compleet uitgemergeld. Ik kon haar gezicht niet goed zien, want ze was gesluierd. Maar ze was ongelooflijk uitgemergeld en die doffe ogen die mij aanstaarden, ik zal het nooit vergeten. Wereldwijd, en daar gaat het toch over, zijn er ongeveer 9 miljoen mensen die tuberculose krijgen. En er sterven er ongeveer 4000 per dag. Dus tuberculose is zeker geen ziekte uit het verleden. Tuberculose is de belangrijkste bacteriële infectie aller tijden en heeft meer doden gemaakt dan eender welke andere bacterie. Men spreekt vandaag over ebola. Ja, oké, ebola is belangrijk, maar er sterven per maand meer mensen aan tuberculose dan dat er in heel die ebola-uitbraak gestorven zijn. Ik vind dat Janssen heel veel respect verdient, wegens het feit dat wij een beetje pioniers geweest zijn, in die zin dat bij mijn weten bedekweline de eerste stof is die ontwikkeld werd door een farmaceutisch bedrijf voor een verwaarloosde ziekte en specifiek voor een verwaarloosde ziekte. Dit is geen geneesmiddel dat eerst werd goedgekeurd in een andere indicatie. Nee, het werd specifiek ontwikkeld voor een verwaarloosde ziekte. Goed wetende dat er weinig financiële terugverdieneffecten zouden zijn op dit geneesmiddel. Ik hoop dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere bedrijven om dit ook te doen, want ik denk dat het een beetje onze sociale plicht is om ook op zulke projecten te werken. En ik denk dat wij daar een heel belangrijke rol kunnen inspelen.